Ja, ik denk dat we grote stappen hebben gemaakt. En natuurlijk kunnen er facetten altijd beter. Maar bij Spanje zullen er ook al een aantal facetten beter kunnen. Dat is inherent aan voetbal. Er wordt nooit een perfecte wedstrijd gespeeld. Ik ben in het verleden vaak ondervraagd. Nou, dit was dan de perfecte wedstrijd. Dan zei ik altijd, nee, dat kan nog altijd wat beter. Maar wij hebben 3 wedstrijden gespeeld. Tegen Ecuador hebben we 1 kans weggegeven. Tegen Ghana 0 en vandaag 2. En die 2 ontstaan door een ingooi, inworp. Dat is natuurlijk belachelijk. Dat hij zo door kan lopen op de keeper. En 1 verdediger, geloof ik, die 40 meter met de bal loopt. Ja. Maar goed, het zijn 2 kansen weggegeven. Dus in totaal hebben we 3 kansen weggegeven in 3 wedstrijden. Waarvan 1 goal tegen. En wij scoren altijd.